Victoria's Secret is er vanaf nu voor iedereen in Nederland. Maar pas zo'n merk wel bij onze poldervrouw. Zoek, 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 waar is mijn onderbroek? Niet in mijn bed, niet op het stoeltje. Waarom hebben jullie zoveel aan? Zoveel? Ja. Ja, hier in Schiphol gaat u niet in je lingerie staan. Ik kan toch hier lekker in je lingerie gaan staan? Vind jij wel leuk. Dat klopt. We hebben hier beperkte lingerie. Dat is alleen in het grote Victoria's Secret te koop. Dat hebben wij niet. Komt Douds nog? Ik had er wel verwacht. Vandaag niet, maar ik verwacht er wel in de winkel. Ik hoop dat ze komt. Maar... Komt niet, hè? Nee, ik denk het ook niet. Jammer. Ja, vind ik ook jammer. Kunnen wij van de Nederlandse poldervrouwen wel angels maken? Ik denk het wel. Als zij dat graag willen, ja, tuurlijk verkoop ik het. Verkopen ze verkopen. Dat betwijfel ik. Denk het niet, hè? Nee. Ik weet niet. Ja, ik denk ja, met vleugeltjes. Wat maakt het werken bij Victoria's Secret nou zo leuk? Ja, alles. Alles. De meiden. Die heb je op de wallen ook. Kun je net zo goed daar werken. Heeft u ook Victoria's Secret aan? Nee, dat heb ik niet aan. U heeft het niet aan? Nee hoor. Heeft u dan aan? Nou ja, ga ik jou vertellen. Ik heb Hunkemul aan. Oh, laat zien. Nee. Heeft u ook Victoria's Secret aan? Nee. Waarom niet? Nou, dat kriebelt volgens mij een beetje. Zit heerlijk. Ja? Ja. Ja. Als u dat nou aan heeft, voelt zich dan sexy? Heel sexy. Dat is wel spannend. Ja, zeker. Ja, u heeft spannende dingen aan. Ja. En zo ziet u er ook wel uit. Ja, dankjewel. U behoort wel tot de doelgroep. Dat is, ik behoor tot de doelgroep. Wat vindt u daarvan, meneer? Ik vind het fantastisch en ik behoor ook tot die doelgroep, want ik geniet ervan. Laat maar aan die meiden daarover. Wat is het verschil tussen u en die meiden? Nou, zie je dat zelf niet? Nee? Oh, nou, dan moet je toch eens beter kijken of mijn bril lenen, denk ik. Hoe sexy voelt u zich vandaag? Heel sexy. Ja? Nou, even een speelse blik in de camera.